Moesland. Hier Moeslands 2.0. We zijn hier in het hart van Moesland. Bij het monument. Want het gaat gebeuren. Het giet aan. We krijgen toch twee keer eens carnaval. En hoe gaan we dat doen? We gaan eens op bezoek bij de horeca in het Moesland om te horen wat de plannen zijn, hoe ze het gaan doen, hoeveel man erin kan en wat ze te melden hebben. Moeslands 2.0 gaat op onderzoek uit. Moeszakken, Moeszakkine, kom mee! Ja, Moesland, we zijn in Café de Raaf. Ik zit hier met Sissy de Groei van de Raaf. We mogen weer los, Sissy. Eindelijk. Eindelijk, ja. We mogen inderdaad eindelijk weer los. Ja, dat kan niet mooier dan. Zo is het. Recht voor de carnaval, allemaal los. Bonus carnaval. Een bonus carnaval. Ja, zeker. Want we gaan de DH2 doen. Ja, precies. Dus wat ik zeg, bonus. Wij zijn van de Moesels benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Want omdat het allemaal zo kort is geweest. En wij maken wij een item over wat er gebeurt in het Moesland. Wat is jullie programma? Ons programma is vooral 20-30'ers, maar ook Nederlandstalig. Dus iedere avond staat er een Nederlandstalige artiest buiten de acts van de DJ's om. Onze doelgroep ligt gemiddeld van de 20 tot 30, 35. Die jongens zeggen zelf al, dus ga ik op het moment dat je 35 moet je volwassen worden en dan ga je niet meer naar de Raaf. En tot aan die tijd mag je gek doen. Dus ja, wat wij hebben is vrijdag Stef Ekkel, omringd door Schijkse DJ's. Zondag Peter Weense. Maandag Vincent. Zondag Vincent. En maandag, ja, Schijkse kan het niet. Thijs Ploegmakers, oftewel Adaro. Een heel vet programma, zie je. Ja, dat is een mooie lijn. Maar dachten nou dat het gaat, dan moet het ook goed doen. Geldt ook een intree? Ja, er is wel een intree. Zondag gaat niet meer. Maar we hebben het zo beperkt mogelijk te houden. Het is 10 euro per dag, 30 euro voor een passepartout. Onze muntprijs, bierprijs niet verhoogd, gewoon nog steeds de oude prijs. Dus we denken dat we daar wat mee moeten kunnen doen. Dat denk ik ook wel. Het klinkt goed hier in Schaik. Ja, dat mag ik hopen. Goed. Dat mag ik hopen. Goed. Nou, dan wens ik jullie succes. En, ja, dankjewel. We zien elkaar. Vast wel. Dankjewel. Ja, Moesland, we staan in de werkplaats in de oude Boning, zeg maar, dat iedereen nog kent. Hè? We staan bij Bad Vergaal van Smaak. Goed, Bad, we kunnen eindelijk open, jongen. Het gaat toch gebeuren. Ja, gelukkig wel. Het is 2 jaar stil geweest aan deze kant. En eindelijk mogen we onze deur openen. En gaat de 1,5 meter eraf. Het is voor ons wel belangrijk dat we de feesten en zo weer op kunnen pikken. Dus de carnaval gaan we ook weer van start. Zijn er nog regels? Is er een testbeleid of blijf jij gewoon onder de 500 man? Wij blijven onder de 500 personen, dus we hebben hier verder geen toelatingsregels. Vol is vol, dat geldt bij ons wel natuurlijk. Een beperkte capaciteit van 350 personen. Dus iedereen kan zo binnenkomen lopen. Nou is het Moesland altijd mooi, hè? Nou gebeuren er ook allemaal verschillende dingen. We hebben initiatieven. Nou heb ik bij het vrouwen op de groepsapp al iets gezien over de vrouwen. Vertel eens. Ja, dat komt eigenlijk van, ik zat bij de kapster. En de kapster die doet normaal op vrijdag een huisvrouwenborrel met de carnaval. En die hadden eigenlijk geen locatie waar ze terecht konden in verband met kaartverkoop. Niet iedereen heeft kaarten op die vrijdag. Die zei me, goh, heb jij geen plek? Ik zeg, ja, dat kan. Zeg maar, met 10 man is dat niet gezellig in zo'n grote zaal. Dus toen zei ze, dan ga ik even iets regelen. Dus die heeft een appgroep gestart. En daar blijkt inmiddels toch wel 120, 130 personen in te zitten. Dus dat kan nog wel eens gezellig worden op vrijdag, ja. Dat denk ik ook. En van hoe laat tot hoe laat? Want ik begrijp dat er nog meer programma is van deze carnaval. Ja, in principe de huisvrouwenborrel, die is eigenlijk voor iedereen ook, is van 3 tot 7. En op zaterdag hebben wij een programma met Ton Praten. Dan komen er hier 3 hele goede tonpraters die verzorgen de avond. Wij gaan daar ook wat eten serveren tussendoor. En dat is van 3 tot 8. En na 8 uur, vanaf 8:30, is eigenlijk iedereen welkom om een borrel te komen pakken op de carnaval.
Hartstikke mooi. En ik denk vol is vol, denk ik ook, of niet? Ja, ja, daar geldt ook weer op een gegeven moment, ja, vol is vol. Ja. Hartstikke mooi. Succes en Moesland carnaval. Dat gaat helemaal goed komen. Dankjewel. Oké. Okay. Dit is ergens geleden, Theo, dat ik hier onder de bar heb gezeten, hè, met een pilsje voor me. Het gaat weer open, het gaat weer gebeuren. Ja, 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 dat is niet ergens geleden, dat is veel te lang geleden eigenlijk, zou ik zeggen. En zo staan er heel veel mensen voor. En ja, het geert onzeggens in het noorden, maar hier gaan we toch ook echt beginnen, zou ik zeggen. Hartstikke mooi. Wij zijn hier het Moesland rond, we gaan de horeca rond om even te proeven. Hey. Hè? Ja, zeker. Of niet dan? Om te kijken, wat gaat er nou eigenlijk gebeuren met de carnaval? Ja, goed, ja, het bericht komt natuurlijk heel laat, maar een week of vijf en een half geleden zei ik toch tegen de John, ik zeg, John, we gaan vast carnaval organiseren, want het kan wel eens gaan gebeuren. Dan zie je toch wat er om me heen overal een beetje gebeurt in de landen. En ja, dat moet op anticiperen, dus dat hebben we gedaan. En we zijn er toch aan begonnen. De knop om. En gewoon in het begin doen, net op deur gaan, hè. En dan aan het organiseren. Dus wij waren er wat dat betreft wel vroeg bij. Gelukkig maar, want er komt een tent ook, heb ik begrepen. Er komt een overkapping. Ah. Want uiteindelijk hebben wij van de week een goed overleg gehad met de gemeente, met de carnavalsverenigingen. Kijk, we zijn nou Maashorst geworden natuurlijk, dus we hebben meer carnavalsverenigingen. En ook voorzitters van de horeca. En aan tafel gezeten en ja, uiteindelijk blijkt dan toch dat Moesland wel anders carnavallen is dan in andere dorpen. Het wordt overal wel gevierd, maar toch op kleinere schaal merk ik wel. Sommigen zijn blij als ze 500 man binnen hebben en ja, hier gaan wij het echt niet meer redden. Nee, want ik heb op de site gezien, ik heb er zelf ook laat van, om kaart te komen, dat was eigenlijk ja, een krim geweest. Ja, ja, uiteindelijk, kijk, we moeten het nou een goede baan leiden, dus we moesten wel met een voorverkoper zo starten, anders werd het een totaal nieuw overblijf. En natuurlijk nog wel een klein beetje in de hand. Maar ja, ook daar waren problemen. Dan wouden we 400 mensen per minuut gaan bestellen. Iedereen zat er klaar voor. Dus, per seconde. Ja, per seconde hoor ik zelfs hier. Nou, dus dat ging met de server ook weer helemaal niet goed en dan blijft iedereen weer op die knoppen drukken. Dus dat was wel even een slow start, maar uiteindelijk komt het allemaal goed. En goed, zoals ik al zei, in goed overleg hebben we besloten om met een open tent, een overkapping te gaan werken. Dus we zorgen wel dat het wat windvrij wordt. Maar anders dan zou iedereen eens een testlocatie moeten gaan zoeken elke dag. En dan, ja, ik weet niet, misschien de os wel te veel bezet is. En wie weet wat er allemaal uitkomt. Dus daar hebben we uiteindelijk toch voor gekozen. En ja, goed, dat wordt wel even wat moeilijker met bouwen. Maar de kachels zijn geregeld, alles is klaar. Dus we gaan een mooie overkapping maken. Het wordt weer anders dan anders. Maar dat is het sowieso. Hè? Het is een bijzonder carnavalshow. Twee keer is carnaval. In mei gaan we het weer een keer doen. Dan mijn optocht. Dus maar ja, nu 4 dagen feest bij de Potter. In de tent, in de moeshutte moet ik zeggen. Ja, ja, uiteindelijk is het de moeshutte geworden. Nou, verhuisde moeshutte wel mee met ons, hè, voor deze keer. Er is ook een goed overleg gebeurd overigens met de dorpshuizen. Kijk, de mensen, de standaardgebruikers, hebben bijna geen gelegenheid gehad om er ook gebruik te maken. Dus ook voor de meiversie hadden wij al overleg om de Phoenix zoveel mogelijk open te houden voor de gebruikers. Dus straks ook de pronkzittingen en zo zullen op een andere manier waarschijnlijk gaan gebeuren. Dus ja, wij gaan mei wel wat buiten vieren. Dat dan de gebruikers gebruik kunnen maken van de Phoenix en niet nog weer eens 3 weken dicht gaan. We hebben er zin in, moet ik zeggen. Moesland heeft er zin in. We stonden te springen om weer een keer los te gaan. Twee kerstdelen, zoals Prins Twan het zin. We zullen het zien, denk ik. Ja, goed. Ook daardoor wordt het natuurlijk een bijzondere versie. En ja, ik zeg al, als ze op vrijdag de peksjes zou gaan en het gaat beginnen, dan is het zo carnaval in het Moesland. Dat is geen probleem volgens mij. Zo is het, Theo. Hey. Ja, laten we erop proosten. Zo is het. Proost!